Schiphol, 5:30 ochtends. Twee mensen met lichtgevende jassen hebben een missie. Koffie uitdelen bij Radio 538. We zijn op pad naar Radio 538, want we hebben 2 dagen geleden gehoord dat DJ Edwin Evers een slechte ervaring met de koffie op Schiphol heeft gehad. En dat gaan we goed maken, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. In Hilversum aangekomen bleek helaas dat de DJ's van de radiozender niet echt zaten te wachten op koffie en croissants. We hebben net iemand gesproken van 538 en die heeft gevraagd of we weg willen gaan. Want we staan hier op een beetje een ongelukkige plek voor alle mensen in de buurt. Maar ja, we hadden ze wel graag een gratis kopje koffie gegeven. Wij gaan daarom weg en we gaan nu naar Schiphol alle passagiers deze overheerlijke koffie geven. Volgens Radio 538 is de koffie op Schiphol te prijzig. Schiphol wil met deze actie laten zien dat je op de luchthaven koffie kunt krijgen in alle prijskategorieën. Want op Schiphol is er keuze voor iedereen en dat wilden we ze graag vertellen. We hebben koffie vanaf €1,25. Wil je er een croissantje bij? Hebben we nu zelfs een speciale aanbieding vanaf €3 met een croissantje. Lekker zo'n gratis kopje koffie en croissantje. Heerlijk. Ik kom net uit het vliegtuig en ik had weer trek gekregen, dus het komt hier heel lekker uit. Het is natuurlijk jammer dat we de DJ's van Radio 538 geen koffie en croissantjes hebben kunnen brengen. Maar kijk naar het resultaat. De croissantjes zijn op en we hebben onze passagiers blij kunnen maken.